Donderdagmorgen rond 10:45 was er brand ontstaan in een bedrijfspand aan de Kooihoek in Bunschoten. De brand werd opgeschaald naar het sein middelbrand. Meerdere brandweervoertuigen zijn aanwezig. De brand zorgt voor een forse rookontwikkeling. Brandweerlieden hebben de roldeur opengezaagd. In het pand stonden gasflessen. Deze zijn verwijderd door de brandweer. Brandweerlieden hebben de brand geblust.